In Amerika gaat het al een tijdje over dit. Project 2025. Project 2025. Project 2025. Wat is dit precies? Buitenlandverslaggever Matthijs Leloux legt het uit. Project 2025, dat is eigenlijk een groot plan van een conservatieve denktank, de Heritage Foundation, in samenwerking met tientallen andere conservatieve organisaties. En zij willen dat zodra er weer een republikeinse president in het Witte Huis komt, dat dan de overheid op allerlei heel ingrijpende manieren wordt hervormd. Het hele plan is wel 900 pagina's, dus wij halen er een paar belangrijke punten uit. Ze willen het ministerie van Onderwijs afschaffen. Ze willen ook de FBI ontmantelen. Miljoenen illegale immigranten willen ze deporteren. Ze willen de toegang tot abortus veel moeilijker maken. Ze willen LHBTI-rechten terugschroeven. Conservatieve paradepaardjes dus. Maar ze willen nog iets. De macht van de president vergroten. Bijvoorbeeld over het ministerie van Justitie, dat nu nog grotendeels onafhankelijk opereert. Maar volgens dit plan zou dat dus direct onder het commando van de president moeten komen te staan. En dat niet alleen, andersdenkenden moeten eruit gewerkt worden. Basically firing all civil servants in the federal government and creating patronage loyalists to the incoming president. That's something that President Trump has talked about. Het plan lijkt Trump dan ook op het lijf geschreven, al wordt hij nergens expliciet genoemd. En begin juli gebeurt er dit. Donald Trump has distanced himself from Project 2025. Omdat die plannen zo ver gaan, gaat Trump er heel voorzichtig mee om. Ze zijn nogal omstreden en kunnen ook kiezers wegjagen. Zeker na deze controversiële uitspraak van de president van die conservatieve denktank. That we are in the process of the second American Revolution, which will remain bloodless if the left allows it to be. Trump schrijft hierna dat hij niks weet over Project 2025 en dat hij geen idee heeft wie erachter zit. Maar dat is niet heel overtuigend. Despite Donald Trump's denials that he knows who these people are, he is deeply connected to key authors of Project 2025. All of these people served in Trump's administration and are considered serious contenders for top positions in any second Trump term. De Democraten gebruiken Project 2025 ondertussen om campagne te voeren tegen Trump. Donald Trump has openly vowed if re-elected he'll be a dictator on day one.